Welkom, ik ben Roel van Lightspeed en ik zal in deze video laten zien hoe je je thema aanpast in Lightspeed. Als we in de backoffice naar design gaan, komen we op een pagina met informatie over je thema. Standaard heeft elk webshop het gratis thema Conform Plus. Je kunt hier een link vinden voor de documentatie van dit thema. In de documentatie van het thema staan bijvoorbeeld grootte van afbeeldingen en uitleg van bepaalde functies. Omdat dit thema door Lightspeed ontwikkeld is, kan Lightspeed Support je helpen bij vragen over dit thema. Mocht je een ander thema uit willen kiezen, dan kun je links in de Team Store meer thema's vinden. Hier zitten betaalde thema's, maar ook gratis thema's tussen. De ondersteuning van het thema gaat dan via de bouwer van het thema. Je kunt hier ook demo's van een thema bekijken, zoals je hier ziet. Let op, bij het instellen van een nieuw thema gaan de oude thema-instellingen verloren. Denk dus goed over na voordat je een nieuw thema installeert. Om het huidige thema te bewerken, gaan we naar de blauwe knop Thema aanpassen. Vervolgens komen we in de thema-editor en hier kun je eigenlijk alle instellingen van het thema wijzigen. Algemene instellingen, bijvoorbeeld wat voor logo je site moet hebben, of pagina-specifieke instellingen, bijvoorbeeld hoe moeten knopjes op de productpagina eruit komen te zien. Als we hier een instelling wijzigen, zoals hier, dan zien we dat de wijzigingen doorgevoerd worden in het themavoorbeeld in het midden van de pagina, maar nog niet op de website zelf. Om de instellingen door te voeren op de website zelf, kun je klikken op de knop Publiceer. Om deze wijzigingen te vergeten, drukken we hier op het pijltje en dan op wijzigingen verwijderen. We kunnen ten alle tijde zien hoe het thema eruit ziet op meerdere apparaten, bijvoorbeeld op een smartphone, op een tablet of op een computer. Mocht je kennis hebben van HTML of CSS, dan kun je hier naar geavanceerd gaan. En dan kun je klikken op CSS aanpassen of code bewerken. CSS van het thema kan altijd hier gewijzigd worden. Om de code van het thema te bewerken, dus de HTML-code, kun je hier op code bewerken klikken. Let op, hiermee open je wel de thema-editor. En je krijgt dan een waarschuwing te zien. Waarbij je dus geen automatische thema-updates meer ontvangt. En dat wijzigingen in de code op eigen risico zijn. Support kun je dan mogelijk niet assisteren bij het bewerken van code. Dus denk hier goed over na voordat je dit wil activeren. Links in het menu vinden we nog een optie om headlines toe te voegen. Headlines kunnen gebruikt worden als welkomstfoto's op de site. Hier kun je meerdere aan toevoegen. En je kunt een URL toevoegen om een headline ergens naartoe te laten wijzen. Je kunt hier de volgorde van de headlines aanpassen of je kunt ook nieuwe headlines toevoegen. Vervolgens gaan we naar het gedeelte producten op de voorpagina. Je kunt hier producten toevoegen om ze op de voorpagina te laten tonen, zoals je hier kunt zien. Je kunt hier ook de volgorde van wijzigen. Je kunt producten verwijderen van de voorpagina of je kunt producten toevoegen om ze op de voorpagina te laten tonen. Hetzelfde geldt voor de categorieën. Hier laat je zien welke categorieën je wilt tonen op de voorpagina, zoals je hier kunt zien. Daarnaast hebben we nog een optie voor keurmerken toevoegen. Hierbij kun je keurmerken toevoegen aan je website. En dan kun je een naam toevoegen, een URL van een afbeelding en nog een link waar de afbeelding heen moet verwijzen. Dan hebben we ook nog een optie voor navigatie. Hierbij kun je de navigatie van je site aanpassen. En dan kun je dus naast de categorieën kun je nog andere links toevoegen. Als laatste hebben we nog de optie voor content templates. Hierbij kun je de templates van je e-mails, facturen, verzendingen en offertes aanpassen.
Weet hierbij wel dat je ook kennis nodig hebt van HTML om dit te wijzigen. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je nu meer weet over het aanpassen van je design. Voor meer informatie over dit en andere onderwerpen, kijk gerust naar onze andere video's en handleidingen in het Helpcentrum. Tot ziens!